Hallo en welkom bij de review slash eerste indruk van de Army Painter Wet Palette en hun Most Wanted Brush Set. Ik schilder al een aantal jaren en schilder ook al een aantal jaren met een wet palette. Ik heb eerst zelf een wet palette gemaakt met een gewone spons en wat bakpapier. Daarna heb ik de wet palette van Red Grass Games gekocht en die een aantal jaar gebruikt. Ik ben ondertussen al door 3 sponsen gegaan van hun. Een aantal weken geleden begon die spons wat schimmelig te zijn, wat raar te ruiken. Dus dacht ik ga een nieuwe spons gaan kopen, maar ik vond geen enkele lokale winkel die de sponsen verkocht. Dus heb ik een nieuwe wet palette gekocht, deze keer van Army Painter. Army Painter heeft ook een nieuwe wet palette uit onlangs, die wat groter is en waar ook een dry palette in zit, maar ik heb voor deze gekozen omdat ik liever met kleinere wet palettes werk. Ik heb dan eveneens ook wat nieuwe borstels gekocht. Die van Army Painter vind ik ook nog altijd een van de betere qua prijs-kwaliteit gerelateerd. Ik heb ook nog andere borstels die ik veel gebruik, namelijk die van Red Grass Games zelf. Die heeft ook, dat is ook van dierenhaar gemaakt. Winsor & Newton. Series 7. En dan die van Rublof. Maar die vind je ook niet veel meer. Omdat dat van Rusland is. Maar daarom zijn dat ook geen slechte. Maar dat zijn zeker geen slechte penselen. Dus laten we eens kijken wat er eerst in de doos zit van de wet palette. Voor de alle duidelijkheid, ik heb deze wet palette zelf gekocht, dus die is niet opgezonden geweest door Army Painter. Dus alle meningen dat je hoort zijn mijn eigen mening. En de review wordt ook niet op voorhand nagekeken door andere personen. In de doos vinden we een Army Painter guide. Dat is altijd wel leuk voor beginnende painters, waar eigenlijk in detail doorgegaan wordt hoe ze bij Army Painter werken en hoe ze hun producten eigenlijk aanbevelen aan verschillende mensen. Een leuk deeltje over de color theory, wat altijd handig is als je wat meer details aan je minis wilt gaan toevoegen. Hun verschillende producten dat ze hebben. Je kan primen met hun primers, die ze in verschillende kleuren hebben. Ook altijd leuk. Dan base coating. Hun airbrush range, voor de mensen die met een airbrush werken. De washes, dit zijn ook heel goede washes voor de mensen die op zoek zijn naar een alternatief voor de duurdere Citadel washes. En dan hun Quick Shade Dip. Daar ben ik geen fan van. Maar als je natuurlijk heel grote armies hebt, is dat misschien wel een optie. En dan de highlighting, eventueel met dry brushing. Ze hebben ook een eigen dry brush set. Die naar het schijnt ook wel heel goed zijn. En dan basing. En zelfs de Game Master voor eigen terrein te maken. Dus bij Army Painter kan je wel terecht voor heel wat producten. Zelf ben ik geen grote fan van hun oorspronkelijke Warpaints. Ik ben daar ooit mee begonnen. Dat zijn deze. Die dekken eigenlijk niet zo goed en die hebben echt wel van die balletjes nodig om goed te kunnen mixen. De laatste tijd gebruik ik voornamelijk de AK Interactive Paints en die van Scale Color. En natuurlijk die van Vallejo, daar ben ik ook wel een grote fan van. Anyway, dan hebben we de Tool and Assembly Guides. Dus naast verf hebben ze ook allerlei tools, clippers, messen, pincetten, om minis in elkaar te steken. Cool. Het zijn trouwens de minis van Mantic Games, van hun Dead Zone game.
assembly, dus daar heb je lijm voor nodig, afhankelijk van het type materiaal, dus bij resin of metaal ga je superglue gebruiken, en bij andere, dus gewone plastics, kan je plastic glue gebruiken. Right, een overzicht van eigenlijk al in producten, altijd leuk om dat ook mee te krijgen. Dan hebben we de wetpallet zelf met een rekker rond en een kaartje. De wetpallet bestaat uit drie delen en zal beschermd moeten zijn tegen schimmel, wat bij mij wel nodig is. Dus de bovenkant heeft het logo. Dan hebben we een tussenstuk waar we onze penselen en eventueel nog andere tools kunnen in bewaren. En dan de container van de wetpallet zelf. Dan hebben we nog een doosje met daarin de spons. Ik denk dat er twee sponsen in zitten normaal gezien. Ja. Dus we hebben twee sponsen. Die gaan waarschijnlijk niet heel lang wit blijven. En op de spons kun je dat goed ziet, maar staat ook het logo van Army Painter. Wat hebben we dan nog? We hebben een boekje. Voor de wetpallet moeten gebruiken. Dus ik moet eerst de spons in water zetten. Dus dat heb ik juist gedaan. Dan moeten we dan in twee plaatsen. Dan kan je eventueel nog water toevoegen. Daar dan een hydro sheet over plaatsen, wat eigenlijk gewoon bakpapier is. Bubbels wegdoen en dan kan je beginnen schilderen. Tijdens het schilderen kan je ook nog. Zal je ook nog water moeten gaan toevoegen als het begint uit te drogen, dat is meer in de zomer. En dan kan je in principe 2 dagen je verf vers houden, maar dat zou ik zelf niet aanraden. Right. Nog meer reclame van hun producten. Dus mocht je het nog niet weten, Army Painter heeft heel veel hobbyproducten. Right. Dus we hebben nog een tweede spons en dan hebben we nog 50 van die hydro sheets of parchment paper, perka bakpapier, kan je daar ook voor gebruiken. Daar is eigenlijk niet veel speciaals aan. Het is handig dat dat op maat gesneden is, dus dan hoef je daar zelf niet meer aan te knippen. Initieel zit er nog zo'n plooi in de spons, maar als je ze eens omgekeerd legt, dan heb je minder last van die plooi. Ik denk dat die na verloop van tijd wel zal verdwijnen. Dan het papiertje plaatsen. Dus het papiertje is wat kleiner dan de spons zelf. Want je wilt eigenlijk je papier in het midden van je spons plaatsen, zodat die volledig bedekt is. En dat er geen randen zijn waar dan nog lucht kan onderkomen. Dus nadat je papiertje plaatst, dan ga je eigenlijk de luchtbellen wegvegen. Op deze manier. Je kan dat met dat kaartje doen of je kan dat met een bankkaart doen. En dan kan je eventueel nog het overtollige water dat op het papiertje zit nog wegvegen. En dan ben je klaar om te schilderen. Ja, we zullen straks eens een mini schilderen, maar we gaan eerst eens naar de penselen kijken. Of wacht, ik zal eerst... Ja,
zullen eerst even naar de penselen kijken. Dus, in deze set zitten dus drie penselen. We hebben de Insane Detail. Dat is ook met dierenhaar gemaakt. Dat is met marterhaar gemaakt. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Winsor & Newton. Die zijn met een soort wezelhaar gemaakt. Die van iets hogere kwaliteit zijn dan marterhaar. Hetzelfde voor de Regiment Brush. Die is ook met marterhaar gemaakt. Dus ook van dierenhaar. En dan hebben we nog een Small Dry Brush. Die is van synthetische materialen gemaakt. Dus we hebben gewoon papiertje en dan wat plastic. En dan hebben we onze drie penselen. De penselen zijn beschermd met zo'n hoesje. Dat is altijd handig om dat bij te houden. Dus na het schilderen zet je dat daar weer op. En kan je dat dan gewoon gebruiken om zo te gaan stockeren. Voordat je een penseel gaat gebruiken, is het ook belangrijk om altijd de haren even schoon te maken met wat water. Voordat je die in verf gaat doppen. De Regiment Brush die ga je eigenlijk gewoon voor het gros van je werk gaan gebruiken. Die heeft een fijne punt. Nu dat je dat goed kan zien. Daar kan je toch redelijk wat details mee schilderen. Mocht je hele fijne details willen schilderen, kan je ook altijd deze Insane Detail Brush gebruiken. Die heeft een fijnere punt met minder haren. Dat is goed voor ogen en hele fijne details mee te schilderen. Maar veel meer zou je daar niet mee schilderen, omdat daar weinig haren in zit, gaat die ook veel sneller gaan opdrogen. En dan hebben we nog de dry brush. Die ziet er zo uit. Die haren zijn wat stijver dan de andere. En die kan je dan gebruiken om te gaan dry brushen. Die penselen zullen dan ook in de wet palette moeten passen. Dus die kan je dan op die manier gaan meenemen als je ergens op verplaatsing gaat schilderen. De kleinere penselen die zitten hier wat los. Dus als ik ook een ander penseel zou gebruiken. Die cap is wat te groot. Die van Winsor & Newton kan er eigenlijk ook wel in. Maar als je die wilt beschermen, dan ga je een stuk van die cap moeten afknippen. Alle andere penselen passen er eigenlijk ook wel in. Als je de wet palette nu vergelijkt met die van Redgrass Games, hun oorspronkelijke hun eerste wet palette, is ongeveer dezelfde grootte. Ik denk dat die van Army Painter misschien net iets kleiner is. De spons steekt er nu in. Die stinkt. Dus kan die van Army Painter kan je daarin gaan plaatsen. Je ziet dat die iets kleiner is qua van de breedte, maar qua lengte is die even lang. Dus veel verschil zit er daar niet tussen die twee palettes. Alright, dan gaan we eens een mini schilderen. Ik ga even alles klaarzetten, dus ik zie jullie straks terug. Alright. We hebben hier een mini van Deep Rock Galactic. Dat is een van de Century Guns die gebruikt kan worden door de engineer. Die heb ik al geschilderd. Focus.
Dus we gaan zijn Century Gun nog schilderen. Deze zwart geprimed, dan zijn het al van boven gedaan met wit. En de metallics heb ik al geschilderd. Daarvoor heb ik deze metallic gebruikt. Dus niet op een wet palet, maar eerder op een dry palet. Ik heb al wat groen op de wet palet gedaan van Vallejo Military Green, omdat we deze Century Gun in het groen gaan schilderen. Zo, de eerste grondlaag is klaar. Dan gaan we hier en daar nog wat details toevoegen met gele accenten. Dus ik heb geel van Scale 75 en ook nog Sunset Purple hiervoor gebruikt. Dus ik ga eerst een grondlaag geven van paars en een beetje mengeling van geel. Geel is nogal transparant om daar een goede, heldere gele kleur van te krijgen. Meng je daar altijd iets van paars of magenta bij als eerste grondlaag. Daarna kan je meerdere lagen van geel gaan toevoegen om zo wat ja, een warme gele kleur te krijgen. Als je puur geel over iets donker doet, groen, deze is nu een redelijk donkere groen, of zwart of blauw, dan krijg je moeilijk geel te zien en dan gaat je geel ook kouder lijken. Zo gaan we een paar randjes geel maken om het ja, er wat beter te laten uitzien dan puur groen op zich. De wet palet op zich werd in dit geval al heel goed. Het penseel is iets minder, naar mijn mening. Het verliest makkelijk zijn punt en moet regelmatig het penseel schoonmaken om weer een punt te gaan krijgen. Het probleem heb ik minder met Kolinsky penselen, zoals die Rublev of die Winsor & Newton. Maar die Winsor & Newton is natuurlijk een pak duurder dan deze, dan dit penseel. We hebben nu al een tweede laag gegeven van iets meer geel bij onze mengeling.
En zo ga ik eigenlijk altijd progressiever meer naar geel toe. Niet opnieuw, ik ben het punt aan het verliezen. En er zijn ook wat haren dat de verkeerde kant op wijzen. Voor detailwerk is dat niet altijd even handig. Maar voor grondlagen en dergelijke maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Je leert daar wel mee omgaan. En het is natuurlijk ook niet slecht om regelmatig je penseel schoon te maken en opnieuw verf te nemen. Zorg ervoor dat er geen verf eigenlijk gaat drogen in je haren van je penseel. En je penseel in principe langer meegaat. Ziet dat nu het geel al wat geler is. Het heeft ook een redelijk warme ondertoon. En we kunnen nu gewoon het pure geel gaan gebruiken om hier en daar wat fellere highlights toe te voegen. Ziezo, we zijn nu klaar met de grondlagen en alles een kleur te geven. Behalve de lamp ga ik hier nog een feller kleurtje geven. En daarvoor ga ik pastel yellow gebruiken. En dan kunnen we overgaan naar hier en daar wat shades toevoegen. Dus ik ga Agrax Earthshade en Non-Oil gebruiken. Die ga ik niet op de wetpalet doen. En daarvoor gebruik ik ook niet mijn nieuw penseel, maar ga ik een oud penseel gebruiken waar de punt al wat verloren gegaan is. Dit is de Non-Oil, dat ga ik gebruiken voor de metallic stukjes om die wat schaduw te geven en wat grungier te maken. En voor het groene gaan we de bruine Agrax Earthshade gebruiken. Dat mag eigenlijk over Hanze Mini. Dat gaat alles wat donkerder maken. En eenmaal dat het gedroogd is, kunnen we daar weer wat groen aan toevoegen. Misschien ons groen zelf wat lichter maken. En hier en daar nog wat extra highlights toe te voegen. En daarna ga ik ook nog wat krassen en dergelijke toevoegen met een speciale techniek. Ja, niet echt speciaal, maar een handige, snelle techniek die vrij snel resultaat geeft. Zo, dit gaan we nu enkele minuten laten drogen en zodra dit droog is, kunnen we overgaan naar de bijna laatste stap. Alright, ondertussen zijn we al een aantal uur verder. De wash is goed gedroogd en ik heb de bedpallet even afgesloten. Dus we kunnen even kijken hoe de verf er nu uitziet na een aantal uur. Er is wat water bijgekomen in onze verf, dus we zijn. We hebben ondertussen meer een wash dan nog verf zelf. Maar we kunnen die wel nog deels gebruiken.
Ik ga nog een beetje nieuwe groene verf nemen. Ik ga dan, ja, de te donkere delen ga je dan terug wat groen maken. Dus eigenlijk een klein beetje highlights toevoegen. Eerst met het gewone groen. En daarna met groen gemixt met... wat kleur is dat juist? Pastel yellow. Voor het uiteinde van het wapen ga ik een soort heating effect gaan toevoegen. Ik weet niet juist de correcte naam daarvoor. Maar ja, het lijkt alsof het metaal dan net afgevuurd is uit het wapen. Daarvoor ga ik een paarse wash maken. En dat voeg je dan toe aan het uiteinde van het wapen. Op die manier. Het beeld zie je niet zo goed. Het is ook vrij subtiel. Ik kan daar een aantal laagjes aan toevoegen. Laat dat dan drogen. En daarna gaan we hetzelfde doen, maar met een donkerblauwe kleur. In dit geval Navy Blue van Skill 75. Je kan daar ook washes voor gebruiken. Zoals de Crimson Shade Color en de Nightshade. Dan zit dat al. Of paars en een blauwe wash. Van Army Painter als je die zou hebben. Dus voor de blauwe gaan we niet zo diep, maar gaan we meer aan de voorkant blijven. En ondertussen kunnen we nog wat highlights aan het groen toevoegen. Dat is het handige aan van een wet palette, dat je eigenlijk gemakkelijk kan switchen tussen verschillende kleuren. En je kleuren blijven ook langer bruikbaar. Dus dan neem je even pauze. Uw verf zal misschien wat dunner zijn, maar blijft wel nog bruikbaar. Ik weet nu niet voor een aantal dagen te wachten of ik die verf dan nog zou gebruiken. Ikzelf
Ik gebruik altijd een nieuwe papiertje als ik aan een nieuwe mini begin. En ik probeer ook meestal mijn minis af te werken na één sessie. De washes van het wapen is van het metaal is ook ondertussen droog. En daar kunnen we nu nog een beetje highlights aan toevoegen met metallics. Dus ik ga terug mijn dark aluminum gebruiken. Twee druppels en één druppel van white aluminium. Aluminium. En om af te sluiten gaan we nog wat battle damage toevoegen. Daarvoor ga ik eerst met een donkerbruin, in dit geval black leather. En een sponsje. Ja, dat is gewoon een sponsje dat je in verpakkingen vindt. Daar mag je een stukje van afscheuren, zodat je een onregelmatige vorm hebt. En dan gebruik ik een pincet. Dat ga ik dan in de verf gaan doppen. En die ga ik dan afdoppen tot als er niet te veel verf meer op zit. En ik van dergelijke spikkels kan maken. Dan ga je met ga je enkele randjes gaan bedekken waar je battle damage wil toevoegen. Het geeft zo wat effect van roest en krassen op je metaalstukken. En als dat dan droog is, we kunnen eerst nog hier en daar wat stukken verbinden waar nodig. En dan gaan we aan de onderkant van die bruine plekken gaan we een highlight zetten om zo het effect te versterken. En daarvoor gebruik je eigenlijk je lichtste highlightkleur van de onderkant. Dus in dit geval groen, lichtgroen. Ik ga daarvoor die Insane Detail Brush eens proberen. Maar omdat die zo weinig haren heeft, gaat die verf heel snel drogen op het penseel. Dus ga je eigenlijk heel vaak je penseel moeten uitspoelen.
Dus als we die bij de andere mini plaatsen, dan zien we dat die daar wel bij past. Zeker als we de soldier erbij halen, komen de kleuren wel overeen. Ja, ziezo, dit was de painting sessie. Mijn eerste indruk van de wet pallet is dat die heel goed is. Hij had de verf vers zoals ik gewoon ben van een wet pallet. Qua grootte is hij misschien net iets te klein. Maar dat gaat de tijd nog uitwijzen. Dit was nu een vrij eenvoudige mini om te schilderen, dus ik had niet zoveel verf nodig. Ik ga de wet pallet nog een aantal keer uitproberen voor ik een finaal besluit geef. De penselen op zich voelen redelijk goed aan. Ze liggen goed in de hand. Het enige nadeel van de Regiment brush is dat hij niet altijd zijn punt goed haalt. Je moet het regelmatig nat maken. En als je dan verf neemt, verliest hij wel vrij snel zijn punt. Ik heb dan minder met die penselen van Rublof, deze penselen. Die van Winsor & Newton heb ik dat soms ook wel voor, maar in mindere mate. Je ziet ook deze een size 2. Is een redelijk dikke. Heeft ondertussen ook al wat zijn punt verloren. Dus qua prijskwaliteit denk ik dat dat wel nog een vrij goed penseel is, die van Army Painters. De Insane Detail denk ik dat iets te kort is voor goed te zijn. Maar voor kleine details zoals ogen zal die misschien wel bruikbaar zijn. Meestal gebruik ik gewoon een size 2 met een goede punt om mijn details te schilderen. De drybrush heb ik nu nog niet uitgeprobeerd. Deze toch nog niet. Ik heb deze set al eens gehad. Die drybrush, die haren zijn steviger, dus die zijn wat stroever. Maar die zijn heel goed voor te drybrushen. Dus ik vermoed dat deze ook wel goed is. De wet palette, daar ben ik wel heel tevreden van. Naast de grote, die mocht misschien net iets groter zijn. Maar ik vind het wel handig dat dit stuk erbij zit waar je penselen kan in opslaan. Bij mij liggen die meestal op mijn bureau ergens random. Maar dit helpt wel om alles wat netter te houden. Alright, ondertussen zijn we een paar dagen verder en heb ik de wet palette en penseel nog wat verder uitgeprobeerd. En ik moet zeggen, ik ben wel heel tevreden van de wet palette op zich. Het is inderdaad een compact formaat, maar voor de meeste projectjes die ik heb, werkt die wel goed. Een voordeel vind ik ook dat er geen rubber rond de plastic zelf zit, waardoor er wat extra ventilatie in de wet pallet kan komen. Bij de Redgrass Games versie zit hier een rubber rond. Hierdoor, als je het dan dicht doet, kan er niets van lucht of vocht ontsnappen, waardoor je verf
nog wateriger wordt in de wetpellet als je hem op die manier zal sluiten. Bij deze is dat minder. Je hebt wel wat condens om de onderkant van deze tray, maar op zich houdt het de verf wel een beetje langer houdbaar dan een dry pallet. Je ziet dat mijn spon ondertussen ook wat vuil geworden is. De plooi zit er wel nog altijd in. Dat is ook een van de minpunten. Maar de spons op zich werkt goed. Ze is ook niet heel dik. Maar houdt wel voldoende water vast voor tijdens het schilderen. De Army Painter penselen. Vallen op zich wel mee, maar ik had er iets meer van verwacht. Voornamelijk de Regiment Brush, die gebruik ik het meest. Die verliest heel regelmatig zijn punt. Daardoor moet ik hem vaak gaan uitspoelen om opnieuw een punt te krijgen en zo verder te schilderen. Dus het is wat moeilijker om hiermee de details te gaan schilderen. Daarvoor ga ik vaker terug naar mijn Rublev penseel. Dat is een Kolinsky penseel met echte marterharen in plaats van wezelharen. Of omgekeerd, ik weet het niet meer juist. Maar deze houdt zijn punt. Je ziet ook het verschil in punt. Deze gaat in een veel fijner punt dan dit penseel. En qua size, denk ik dan, zal het ongeveer wel dezelfde moeten zijn. Nu niet. Het is wel een degelijk penseel. Zeker voor beginners is dit wel een aanrader. Het is niet te duur en het doet zijn ding wel. Het Insane Detail penseeltje. Die heeft niet veel haartjes, dus daar kan je wel heel fijne details mee schilderen. Die houdt zijn punt iets langer. Maar omdat er zo weinig haar in zit, moet ik sowieso vaker terug naar het... Naar de wetpallet gaan om opnieuw verf te nemen. Voor ogen en hier en daar wat fijne details te schilderen, werkt dit ook wel goed. De dry brush, die heb ik ook een aantal keren gebruikt. De haren zijn zachter dan andere penselen dat ik al gebruikt heb voor dry brushes. Maar het werkt ook wel goed. Je zal nu waarschijnlijk wel afvragen wat ik geschilderd heb. Ik heb deze mini onder andere geschilderd. Deze van Deep Rock Galactic. En nog wat andere minis. U kan meer van mijn werk ook op Instagram vinden. Nyko Paints is mijn handle, dus daar kan je altijd wat mijn huidige projecten volgen. Voor de rest, ik ben heel tevreden van de wet palet. Die zou ik zeker aanraden. De brush sets, als je op zoek bent naar een goede starter set, dan zijn deze wel oké om mee te starten. Als je deze nog zou kunnen vinden, die zijn altijd natuurlijk wel betere penselen. Maar ik vind ze momenteel nergens meer. Dus ik heb al nog een voorraad liggen van een aantal penseeltjes. Dus ik kan daar voorlopig nog mee voort. Maar voor degenen die al puur de synthetische penselen hebben en eens iets met dierenhaar willen proberen, zijn deze wel geen slechte penselen. Dus over het algemeen, de wetpellet is zeker een aanrader als je dat nog niet zou hebben. Kost niet te veel. Er zit een vijftigtal hydro sheets bij. Dat zijn die
dit voorgesneden soort parchment paper. Ik kan dat ook gewoon met bakpapier doen, maar dit is handig omdat het al op maat gesneden is. De tray is zeer handig en deze ga ik nog vele jaren gebruiken, denk ik. Ziezo, dit was onze review, of eerst indruk van de Army Painter Wet Palette en de Army Painter Most Wanted Brush Set. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!